Sommige behandelingen kunnen de vruchtbaarheid beïnvloeden. Door bijvoorbeeld chemotherapie of hormoontherapie kan de zaadcelproductie afnemen of zelfs definitief verdwijnen. Ook kan het zijn dat het niet veilig is om een kind te verwekken tijdens een behandeling. U kunt ervoor kiezen om voor de start van zo'n behandeling uw zaadcellen in te laten vriezen. Als u dit wilt, maakt uw arts een afspraak voor u op het voortplantingscentrum. Wij vragen u om in de speciale kamer zaadcellen op te vangen in een potje door te masturberen. Wij begrijpen dat dit onwennig of zelfs vervelend kan zijn. Nadat u het potje ingeleverd heeft, vragen wij u bloed en urine af te geven voor een SOA-screening. In de tussentijd onderzoeken wij uw sperma. Wij bespreken met u de kwaliteit van de zaadcellen en of het geschikt is om in te vriezen. Ook vertellen we u welke vruchtbaarheidsbehandelingen ermee mogelijk zijn, mocht dit nodig zijn. Ten slotte bespreken we het contract en de opslagkosten met u. De totale afspraak duurt ongeveer 2 uur. Vaak komt de zaadcelproductie na de behandeling weer normaal of gedeeltelijk terug. Dan is het invriezen van zaadcellen alleen voor de zekerheid geweest. Is dit niet zo of heeft u vragen over uw vruchtbaarheid? Op het voortplantingscentrum kan u de vruchtbaarheid laten onderzoeken en vruchtbaarheidsbehandelingen met de ingevroren zaadcellen van u en uw partner bespreken.